Mevrouw Spies, hoe zijn de verkiezingen in Alphen aan de Rijn verlopen? Over het algemeen heel erg goed. Ontzettend veel mensen op stembureaus hebben toch de hele dag wel een redelijk constante stroom van kiezers mogen verwelkomen. De opkomst lag net iets boven de 50% in Alphen aan de Rijn. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee, want het is toch wel heel akelig dat niet de helft van de kiezers, minimaal de helft van de kiezers, de moeite zou nemen om naar de stembus toe te komen. Gelukkig hebben we die magische grens van 50% in deze gemeente net gehaald. In deze gemeente wel, maar in de provincie Zuid-Holland zijn we behoorlijk onder de 50% gebleven. Bent u daar teleurgesteld over? Ja, ik ben democraat natuurlijk in hart en nieren. En je wil dolgraag dat iedereen van zo'n feestje van verkiezingen ook gebruik maakt van dat hele bijzondere democratische recht. Dat hoor je met de paplepel ingegoten te krijgen. En ik vind altijd ook wel een beetje, als je geen gebruik maakt van dat hele bijzondere democratische recht, dan heb je eigenlijk ook 4 jaar lang daarna geen recht van spreken meer als er dingen anders gaan dan je graag had gewild. Dan laat je je beurt om te spreken wel een beetje voorbij gaan. De uitslag voor Alphen aan de Rijn was om 2:30 s'nachts bekendgemaakt. Waarom is dat zo laat? Omdat we veel meer moesten tellen en veel meer moesten doen dan bij andere verkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis is er niet alleen voor Provinciale Staten gestemd, maar ook voor de waterschappen. En dat betekent eigenlijk dubbel werk. En natuurlijk waren we daarop voorbereid en hadden we heel veel extra tellers ingezet. Dus heel veel extra vrijwilligers die om 9 uur op die stembureaus waren en die al die stemformulieren uit zijn gaan vouwen, op hun knietjes op de grond hebben gezeten om te tellen. Maar je wilt het zo goed mogelijk doen. Je wilt het eigenlijk foutloos doen. Het is onwennig. En dan heb je gewoon met een enorme papierwinkel te maken. Wil je het goed doen, dan duurt het soms net even iets langer dan dat je graag had gewild. Heeft u de hoeveelheid werk onderschat? We hebben helemaal niet onderschat. Nee, we hadden hier rekening mee gehouden. We hadden van tevoren gehoopt dat we rond 2 uur klaar zouden zijn. Nou, we hadden om 2:30 de uitslag. Dus eigenlijk liepen we dan nog 1/2 uur voor op schema. En we hadden dus onze maatregelen ook getroffen door overal dubbele telploegen op ieder stembureau te hebben. Maar ja, je hebt wel een hele hoop werk te doen. Voor het eerst misschien wat onwennigheid. Nou, 1:30 teken ik nog voor. Zijn er stembureaus waar opnieuw geteld moest worden? Nee, er is niet opnieuw geteld. Er zitten, maar dat is regulier bij iedere verkiezing, hier of daar wel eens een keer dingen waar je nog even preciezer naar moet kijken. Die worden ook keurig netjes in een procesverbaal opgetekend. En ik kan u melden dat we de officiële uitslag inmiddels onderweg is naar Leiden, waar alle stemmen van Alphen aan de Rijn verzameld moeten worden. En daar in het grote boek vastgelegd gaan worden. Nou, is er in Boskoop een incident geweest met iemand die een stempas uit de provincie Utrecht had en die daarmee gestemd heeft in Boskoop? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is een fout. Daar kunnen we lang en kort over praten, maar dat is niet goed gegaan. Het was iemand die met 2 stempassen naar het stembureau kwam, die een stempas had voor Zuid-Holland en die een volmacht bij zich had van iemand die in Utrecht, provincie Utrecht, had moeten stemmen. Die volmacht is niet goed genoeg bekeken. De stempas die daarbij zat, die had nooit in Zuid-Holland tot een uitreiking van een stembiljet mogen leiden en het uitbrengen van een stem. Dat is een fout die gemaakt is. Die hebben we ook keurig netjes gerapporteerd aan Den Haag. En zij moeten bekijken wat ze daar verder mee willen doen. Wat zijn de procedurele gevolgen van zo'n fout? Die zijn er eigenlijk niet. Want 1 stem op een zo groot aantal, ja, dat maakt toch in het grote geheel weinig uit. Het blijft een fout. We hebben hem keurig netjes gemeld. Het spijt mij zeer dat dat is gebeurd. En ja, ik kan alleen maar hopen dat we de volgende keer nog alerter daarop zullen zijn. Zijn er nog andere incidenten geweest overigens? Volgens mij is het voor de rest heel plezierig verlopen. Natuurlijk is er wel eens een keer wat gemopper door iemand die bijvoorbeeld zijn identiteitsbewijs is vergeten mee te nemen. Of die dacht van, hey, ik heb een stempas thuis laten liggen, dus die moppert dan dat die nog een keer moet komen. Dat soort incidenten zijn er altijd, maar de leden van het stembureau zijn door de bank genomen heel ervaren en kunnen daar op een hele goede manier, wijze manier ook mee omgaan. Ja, en mensen die soms zelf een foutje maken, ja, die moeten dan 2 keer lopen. De coalitie van VVD, CDA, D66 en SP vergroot haar meerderheid en heeft ook de intentie om door te gaan. Is dat goed voor Alphen aan de Rijn?
Dat zal moeten blijken op basis van het coalitieprogramma. Ik heb zelf natuurlijk de basis gelegd voor de vorige coalitie in de provincie Zuid-Holland. Want toen had ik nog een hele andere verantwoordelijkheid. Ik was toen lijsttrekker. Ik heb de indruk dat in ieder geval de samenwerking de afgelopen 4 jaar constructief is geweest. En wij zijn als Alphen vooral gebaat bij een provinciebestuur wat stevig in het zadel zit. Wat weet wat het wil. En wat eindelijk ook aan het groene hart in de provincie Zuid-Holland wat meer aandacht wil gaan geven. Want de economie in deze regio die kan echt wel wat provinciale support gebruiken. Dus mag ik dan constateren dat als deze coalitie doorgaat, dat dat dan gewoon goed is voor Alphen aan de Rijn? Dan ga ik ervan uit dat daar ook een programma aan ten grondslag ligt, waarin een aantal wensen of een aantal vragen die de gemeente Alphen aan de Rijn heeft tot uitdrukking komen. En dan verheug ik mij op de samenwerking met de provincie voor de komende 4 jaar. U stipt het al aan, het college van burgemeester en wethouders zal een brief gaan sturen aan de informateur die gedeputeerde staat, het college van gedeputeerde staten zal gaan samenstellen. Wat gaat het college daar inzetten in die brief? Nou, ik kan u vertellen dat die brief al weg is. Want wil je invloed hebben, dan moet je natuurlijk heel erg op tijd zijn met dit soort dingen. En wij hebben niet zozeer een vraag als wel een aanbod geformuleerd. Wij hebben tegen de formateur gezegd van kijk eens naar deze regio. Kijk eens naar de potenties die het Groene Hart heeft op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van recreatie. En ga zo maar door. Wij willen samen met Woerden en Gouda en al die inliggende gemeenten daarin gaan investeren. Daar onze energie op zetten. En wij vragen de provincie om daarin mee te doen. De provincie heeft de afgelopen 4 jaar bijvoorbeeld in de Duin- en Bollenstreek, in het oostelijk gebied van Holland of in het westelijk gebied van Holland-Rijnland met de Rijnlandroute heel veel geïnvesteerd. Zou het niet eens goed zijn als die investeringen ook wat meer in het westen van de provincie neerslaan? Nou, daar hebben we concrete ideeën over. Die hebben we aan de formateur alvast meegegeven. Maar u weet net zo goed als ik dat een brief aan een formateur is maar 1 dingetje, het gaat er natuurlijk ook om dat we blijven investeren in de persoonlijke contacten en geen gelegenheid ongebruikt laten om onze wensen, suggesties en ideeën met al die nieuwe provinciale statenleden, maar ook nieuwe gedeputeerden te gaan delen. Alphen aan de Rijn is na de fusie een van de grote gemeentes, meer dan 100.000 inwoners. Heeft u die formateur daar nog eens extra op gewezen? Nou, ik ga ervan uit dat die formateur best een beetje ingewerkt zal zijn. En we zijn zeker geen Calimero. We zijn een zelfbewuste gemeente die op een hele volwassen manier met de provincie samen wil gaan werken. En ik denk niet dat we daar nog eens een keer bij nodig hebben. Dat we nog vertellen dat we meer dan 100.000 inwoners hebben. Dat weten ze daar inmiddels echt wel.